De vreugde en het geluk van de mens mogen niet afhangen van het materiële, is de boodschap van Carol Tjuni, bisschop van Paramaribo, wanneer wij hem spreken aan de vooravond van Kerst 2022. De bisschop gaat een stapje verder en meent dat de samenleving niets heeft geleerd van de COVID-19-pandemie. Sinds de pandemie zijn mensen niet meer zo happig om in en naar de kerk te komen. De kerstboodschap voor mij zou zijn van leer waarderen datgene wat je hebt, wat belangrijk is, je familie, je man, je vrouw, je kinderen, je goede vrienden. En fixeer je minder op wat er niet is, dus die dure dingen. Maar ik merk dat toch in die dure tijd die dure dingen zijn gekocht. Familiebijeenkomsten zijn minder. Gezinsleven is minder en wordt ondermijnd door de mobiele telefoon. Dus ook wanneer mensen kerstdiner hebben, erger ik mij eraan dat ze voortdurend zitten te appen en kijken wat voor boodschap. En dat ze dus die gesprekken en die verhalen, want we leven van verhalen, we leven van herinneringen, niet aan elkaar doorgeven. Het afnemen van de kerkbezoekers in de kathedrale basiliek wil nog niet zeggen dat de mensen minder gelovig zijn geworden, zegt de bisschop. Men is minder kerkgebonden geworden en men wil zelf uitmaken wat ze wel of niet geloven. Men wil zelf uitmaken wat goed of niet goed is. Dus je moet ze niet komen zeggen dat abortus van God niet kan. Je kunt ze niet zeggen van één man, één vrouw. Dat willen ze dus niet accepteren. Ze willen zelf bepalen wat goed en wat slecht is. Dat baart zorgen. Want de mens is niet heer en meester over zichzelf. Om zelf te bepalen wat hij wel of niet uit de Bijbel zal geloven. Wat hij wel of niet aan christelijke moraal zal overnemen. De monseigneur gaf ook aan dat hij in zijn kerstpreek dit weekend de nadruk zal leggen op vergeven en hoopt dat deze kerst, ongeacht hoe moeilijk het ook is, mensen niet vergeten dat God er voor ze is in goede en in slechte tijden.